Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Dit is de Vetkampstraat, de Adelaarshorst in het bijzonder. Het decor voor de wedstrijd van aankomende zaterdag. Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV. Niet zoals gebruikelijk vanuit stadion Galgenwaard. Want inderdaad, we zijn afgereisd naar Deventer. En dat is niet zomaar. We gaan namelijk bijpraten met Jacob Mulenga. Voor de rest hebben we aandacht voor jeugdvoetbal. FC Utrecht onder de 18. We praten bij met Remco Balk. De man die vandaag zijn 21ste verjaardag viert. En we hebben nog heel veel meer. Maar we beginnen natuurlijk bij de wedstrijd van afgelopen zondag. FC Utrecht dat won op bezoek bij Heerenveen. Wippertje. Ramselaar gaat er achteraan, is eerder bij de bal dan de keeper. Mulder komt er tussenin en wat goed afgemaakt door Bart Ramselaar. Ja, ik kapte en toen wilde ik hem in eerste instantie voorgeven. Alleen ik zag dat hij net een stap naar voren wilde zetten om die eruit te halen. Dus toen kon ik hem mooi indraaien. Utrecht gaat verder met zijn jacht op de tweede treffer. En die is daar. Die is daar van Mike van der Hoorn. Dan heb je ook geniale ingevingen nodig. En er zijn van die momenten, die heb je gewoon nodig om uiteindelijk wedstrijden inderdaad te winnen. Dat is wel een goede voorzet van Hooijdonk. Appel voor Hens. En strafschop, zegt Keuzebuur. Ik vond dat wij in die fase toch eigenlijk een paar momenten lieten liggen met duels, met tweede ballen. Dat we net even een stapje te laat waren, waardoor Heerenveen toch ook bij het penalty moment zeg maar, er doorheen kon komen. Winst voor Utrecht, dat naar 39 punten gaat. 3 punten voor FC Utrecht op bezoek bij Heerenveen. En van de overwinning in Friesland is het nu tijd voor Jacob Mulenga. We zijn niet voor niets in Deventer. De man die voor FC Utrecht tussen 2009 en 2014 113 duels speelde en 45 doelpunten maakte. Daarin dus zonder twijfel zijn sporen verdiende. Maar nu staat hij onder contract bij de Eagles, de Zambiaanse aanvaller, die toeleeft naar het einde van zijn actieve loopbaan. I feel fine. I feel perfect, yeah. My role in the team, like I said, is to make sure everyone's up to date, everyone understands what has to be done, and whenever needed, I play. So for me, it's fun. I mean, to see out this year, my last year of football, so it's just all fun for me. Yeah, you already made the decision, right? Yeah, I've already made the decision. It's enough right now. Suarez is daar ineens in actie, maar de bal gaat verder met Mulenga. En Mulenga schiet er weer in. It has been an impressive journey so far here, right? Yeah, very impressive. He's, with all due respect to everyone else, but Case is one of the really, really good upcoming coaches. He really understands his thing. I've been with him for 2 years, and what he's done with the club, with the budget the club has, and the players we have is really amazing. And the semi-final of the cup, hopefully get to the final, it's respect for that. Go ahead! Wint van Ajax! Van Dorp is here. I ask him questions. The coaches, the assistants, I see how they're doing things, try and understand it, how they're working with the players. It's a learning phase for me to transition to the next part. Do you remember your words on the pitch in Stadion Galgenwaard 2 years ago? Not precisely. Hopefully we can meet in the cup game or somewhere. It would be quite fun actually. It feels good to be on the field though. Oh yeah, yeah, we came, but last time we played there were no supporters. So that was a bummer because, yeah, I would have really, it's going to be the perfect thing for me, like to have the supporters one more time, because the club I spent 5 years with, especially now, in my last year, this weekend, to play against them and in the stadium, for me it's the perfect goodbye and just okay. We praten zo verder met Jacob Mulenga en gaan er onder andere in op zijn toekomst na zijn actieve loopbaan. Maar eerst is het tijd voor jeugdvoetbal. FC Utrecht onder de 18 speelde afgelopen zaterdag namelijk tegen AZ onder de 18. En er stond bijzonder wat op het spel. Want Utrecht staat 7e, 8e is Sparta. En de laatste 2 van deze competitie gaan eruit en moeten dus de rest van het seizoen spelen in divisie 2. AZ is de nummer 3 achter PSV en Feyenoord. De voorzet is goed en daar komt de 1-0. Van Oelers, maar de grensrechter heeft de vlag omhoog gestoken en dus gaat de treffer niet door en blijft het dus 0-0. Utrecht wel goed in die eerste helft. Met nu aan de andere kant de voorzet die komt van Oelers op het hoofd van Juriel Bernardina. En die bal vliegt binnen en dan is het 1-0 voor FC Utrecht. Getraind door Kevin van Veen. Heel belangrijk deze treffer in de strijd tegen de degradatie. De doelman van AZ kansloos.
en de 1-0 dus voor Utrecht. Utrecht dat in de eerste helft beter is dan de leeftijdsgenoten uit Alkmaar. Goeie actie van Gunther, de linkervleugelverdediger. Alleen hij vergeet het dan uiteindelijk af te maken. Gunther moet weer terug. En AZ in die tweede helft beter. Ruststand was dus 1-0 in het voordeel van FC Utrecht. Maar dan lijkt het beste er vanaf in het spel. Daar komt de voorzet. Daar is de kopbal van Meerdink. Die gaat er niet in. Maar de rebound is van Jurre van Aken. En die scoort hem dan wel. Max Meerdink in eerste instantie niet. Van Aken wel. Het blijft 1-1. Ja, teleurstellend. Ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. En ja, het is jammer dat je hem dan de laatste minuut tegenkrijgt. Waardoor je toch gelijk speelt. En ik denk dat we als team wel een overwinning hadden verdiend. Ja, ik vond het wel heel goed speelden. En dat we ook veel kansen creëerden. We gaven heel weinig weg ook, alleen wat spelervattingen. Maar uit open spel creëerden ze helemaal niks. En daarentegen wij een aantal goede momenten, waaronder ook een goede goal. En niet dat wij kans op kans speelden, maar we hadden zeker de eerste helft hadden we het wel redelijk voor elkaar. Ja. Ben je zo'n goede kopper? Nee, normaal eigenlijk niet, maar die bal kwam goed voor. En ja, toen heb ik hem toch mooi binnengekopt. Ja, je zag hem van ver aankomen, denk ik. Ja, klopt. Dit hebben we ook zeker hele week op getraind. Tweede paal bijkomen en ja, dan vliegt hij erin. Ja, tweede paal komen. Ja, nee, we hadden echt wel een probleem, zeker vorige week, om op die manier tot goals te komen. Want we moeten wel mensen in de box hebben als je de doelpunten wil komen. En dat was hij. En dat deed hij hartstikke goed. Dus ik ben blij dat hij het zegt. Ja. Nou ja, jullie zijn nu gedegradeerd. Ja, wat betekent dat voor dit team? Dat we een niveautje laag gaan spelen. Maar, ja, en dat we na, over twee weken, dus 14 maart uit mijn hoofd of zo, of 12 maart, ja, dat we dan de eerste competitiewedstrijd spelen in pool 2. Nou ja, dat hoeft geen probleem te zijn. Daar moeten we de uitdaging van maken om te proberen om zo snel mogelijk weer terug te komen. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is wel waar we naar moeten streven. Een vervelende, maar zonder twijfel ook leerzame ervaring voor de spelers van FC Utrecht onder de 18. Het is tijd voor een jong talent, Remco Balk. De man die nu een jaar speler is van FC Utrecht. In het eerste elftal tot dusver 19 duels speelde in jong FC Utrecht 15. En vandaag viert Balk zijn 21ste verjaardag. Remco, van harte. Ja, bedankt. 21 alweer. Remco Balk is deze week 21 jaar geworden. Op zijn 5e begon hij met voetballen. En nu, 16 jaar later, is hij profvoetballer bij FC Utrecht. Ja, dat had ik zelf ook niet verwacht natuurlijk. Maar wel leuk. Was dat altijd een droom om profvoetballer te worden? Ja, dat zeker. Ja, meteen al. Mijn broers voetbalden, mijn vader voetbalde. En toen ging ik ook voetballen. En ja, het liefst wil je natuurlijk profvoetballer worden. Natuurlijk denk je altijd dat het gaat lukken. Anders voetbal je dan niet. Maar in de lichting was ik ging altijd wel een lichting hoger. Dus dan denk je wel van, oh, ja, dan besef je van het kan wel natuurlijk. Maar ja, dan moet je alsnog je best blijven doen en goed blijven voetballen. Maar dan is wel het besef meer van, je kan profvoetballer worden. En dat is gelukt. Balk maakte op 19-jarige leeftijd zijn debuut in de eredivisie bij FC Groningen. Een jaar geleden verdiende hij een transfer naar FC Utrecht. Ik heb het gevoel dat ik hier al echt wel wat langer zit eigenlijk. Want ik voel me hier thuis, het team is leuk, net als ik ze al heel lang ken, maar dus dat is wel leuk. Maar ik denk dat voor mezelf dat deze stap echt goed voor mezelf is geweest. Ik ben een betere voetballer geworden. Ik speel natuurlijk ook met goede voetballers om me heen, daar word je zelf ook beter van. En ik denk tot nu toe een goed jaar. Ja, want waarin merk je dat je beter bent geworden? Nou, toen aan het begin dat ik hier kwam was het positiespel en was het tempo toch best wel hoog. Ja, voor mij zag ik dat ik het wel moeilijk had en nu merk ik wel gewoon dat ik mee kan. Dus dan merk je zelf ook wel dat ik ben beter voetballer geworden. En ook gewoon echt als mens ben ik ook beter geworden. Gewoon in dingen zelf doen, zelfstandig, koken en zo natuurlijk. Dus dat merk ik ook. Balk maakt minuten in de hoofdmacht, maar ook bij jong FC Utrecht. Hij merkt dat zijn rol bij de belofteploeg anders is dan bij het eerste. Ja, dat is ook wel logisch eigenlijk. Je komt van de A-selectie, dus ze verwachten sowieso veel van je dan. En ja, je moet dan natuurlijk ook gewoon wat laten zien en soms de leiding nemen. Als we nou over een jaar hier weer zitten, wat hoop je dan nog bereikt of geleerd te hebben? Ja, dan hoop ik vaste basisspeler te zijn natuurlijk en Europees spelen. Ja, dat vooral en zelf beter worden, nog beter. Nog meer stappen maken. Het is tijd om voor te beschouwen op de wedstrijd van aankomende zaterdag. Denk je aan de laatste ontmoeting tussen de beide clubs hier in Deventer, dan kom je uit bij een duel uit februari 2020. Een bekerduel waarin Christoffer Peterson deze beauty van een goal scoort.
Een doelpunt dat hij logischerwijs viert met de meegereisde supporters hier in het uitvak. Aankomende zaterdag dan zijn er maar liefst 400 die hier plaats gaan nemen, uit Utrecht inderdaad. En als er één iemand is die goede herinneringen heeft aan een wedstrijd in Deventer, dan is het wel Bart Ramselaar. Die man die zijn allereerste assist in het profvoetbal gaf, jawel, hier in de Adelaarshorst. Ja, die wedstrijd kan ik me nog goed herinneren, ja. Was mijn eerste assist. Eerste uitwedstrijd in de basis. Dus ja, mooi moment. 2-0 gewonnen. Volgens mij twee keer Haller. Goeie paas van Ramselaar. Haller is er langs en Haller scoort. En Haller maakt zijn tweede. Wat een prachtige assist was het van Bart Ramselaar. Dus ja, hele leuke wedstrijd. Ja, echt een beetje mijn doorbraak eigenlijk. Bart Ramselaar en Sander van der Streek begonnen tegen Heerenveen in de basis. Net als tegen Vitesse leverde dat meteen de nodige dynamiek in het elftal op. Nou, ik ben blij dat je dat zegt. Ik hoop dat de trainer dat ook vindt. Nee, maar misschien met iets meer lopende jongens waarin Bart kan variëren buiten binnenkant. En ja, ik ben vooral diepgaande speler vanuit het middenveld die over in dit geval Henk heen komt. En daarin met loopvermogen het daar vooral van moet hebben. Dus ja, er komt wel misschien wel wat meer dynamiek in het spel, ja. Maar is die dynamiek misschien ook wel gewoon nodig? Hebben jullie dat nodig? Zeker voorin met creativiteit en dat soort dingen, want dat kan jij wel brengen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je altijd spelers nodig hebt die creatief zijn en dingen proberen. Het lukt natuurlijk niet altijd, maar dat is wel heel belangrijk, ja. Met de 2-1 winst op de Vriezen heeft FC Utrecht de 7e plek stevig in handen. En dat biedt voor de resterende 10 wedstrijden dit seizoen veel mogelijkheden. De prijzen worden nu verdeeld, om het zo maar te zeggen. Dus dat is de belangrijkste fase van het seizoen. In eerste instantie wilden wij heel graag vierde worden. Dat gat is wel groot. Het is te doen, maar het is wel heel groot. Dus dat wordt lastig, denk ik. Maar we willen stap voor stap de weg omhoog zien te vinden. En ook al is 5-8 waarschijnlijk de play-offs, wil je natuurlijk liever vijfde worden dan 7. Go Ahead Eagles is een van de verrassingen van dit seizoen. De promovendus staat 12e en boekte afgelopen weekend een sensationele 2-1 zege op Ajax. Ja, het is een gevaarlijke ploeg. Ze kunnen goed voetballen. Ook, dat hebben ze ook tegen Ajax laten zien, zeker de eerste helft. Ze zijn er ook niet vies van om met z'n allen gewoon terug te plooien op eigen helft. En dan vanuit daaruit weer te georganiseerd druk te zetten. Dus het wordt voor ons een uitdagende wedstrijd waarin we zorgvuldig moeten zijn aan de bal, denk ik. Ook tegen PSV thuis waren ze heel goed, kan ik me herinneren. Ja. Dus we kunnen ons borst nat maken, zeker. Pittige pot, maar we moeten wel winnen. We gaan verder praten met Jacob Mulenga. Voor de man uit Zambia wordt het duel van aankomende zaterdag zonder twijfel bijzonder. Het duel tussen Go Ahead Eagles en toch wel een beetje zijn FC Utrecht. Jacob Mulenga, de man die natuurlijk nu ook nadrukkelijk nadenkt over zijn toekomst na zijn loopbaan. Ja, coaching is not one of the things in my mind, but obviously getting into the club, that's part of the things. Getting to not just Utrecht, but the whole football environment, staying there and helping, because I've been through a lot of countries. I've worked with a lot of players. I know a couple of friends and everyone, so it's easier for me to identify what things can be done best, what things can be improved, and just to help out. There's one moment when you step onto the field, your only objective is to make people happy. Let me show you something. Ja, koning, heerlijke gast, goede mentaliteit, kunnen een hele hoop jongens wat van leren. Ja, echt een storm persoon, zeg maar, die echt gewoon er vol voor gaat. Het wel voor mij wat aardig wat gemaakt, hè? Dus nog best wel een prima rol gespeeld zo. Ja, Jacob Mulenga, een van de hele grote spits van Utrecht altijd geweest. Genot om naar te kijken. Zijn instelling, zijn enorme drive, er gewoon voor gaan. Dan doe je het al snel goed hier. Het was een echte spits. Het was een grote, sterke gast. Hij scoorde gewoon wanneer hij moest scoren. En genot naar te kijken natuurlijk. Zeker. Creëer iets voor hem. Hij moet gewoon terugkomen. En hij wil ook, toch? Ja. Nou, ik denk voor mij, it's nice to hear such things. And also walking in the streets of Utrecht, you hear the people say it. Because for me, obviously, I wasn't born in Holland. But when you come and you make such an impression on people, that's the most important thing. So I know it's not now, but I will come back in another role, anything. But even if I can come back, give 1% to help the club move up to become a better club, that's enough. Yeah, Utrecht fans are also very loud, so it's a little bit. But Utrecht is bigger, so there it's a bit more louder because of the whole stadium. But yeah,
They're both really nice places to play. After the game, do you think you go to the away support to say goodbye? I think this is probably the last time. I don't think we're playing Utrecht again this season. So this is the last time we'll see the supporters with me as a football player. Yeah, next they'll see me in a different role, so of course. Good, we have a good relationship over there. But here as well, it's also special. I mean, it's Utrecht, so yeah. A lot of respect, like I always say. Tot zover deze uitzending van FC Utrecht TV vanuit Deventer. Volgende week dan zijn we logischerwijs weer bij je terug. Het enige verschil, gewoon weer vanuit het vertrouwde stadion Galgenwaard. Dank voor het kijken en heel graag tot dan.